Goedenavond, dames en heren. Hier in het Paard van Troje en thuis via de livestream. Welkom bij deel 2 van Tech Talk Late Night over technologietrends in het onderwijs. En ze hebben mijn tafel weggehaald. Dat heeft een reden. We krijgen namelijk hier een performance met deze blokken waarmee embodied learning verbeeld wordt. Nou, we gaan straks met Elise van Wenen en Moluke van der Vught praten wat dat nou betekent, embodied learning, en wat dit ermee te maken heeft. We krijgen nu een performance. Tot zo.
Sensoren, sensoren. In. Kracht, door. Van, persoon, bron. Je, op. Je. Door, van. Focus. Op. Leren, onderwijs, school. Je, persoonlijk, door. Van, interactie, ontmoeten, met. Sensoren, in, sensoren. Met. In. Leerling, op, met, voor, je, in, pro, van, in, van, do, van, in, school, do, le, on, leren, onderwijs, persoonlijk, leren, in. Hartelijk applaus voor Embodied Learning. Dank jullie wel. En, dames en heren, straks na afloop van het programma kunt u het ook zelf eens proberen. Niet te veel drinken van tevoren, want geloof me, het is best wel moeilijk. Nou, dit project is mogelijk gemaakt door de Waag Society en Kennisnet. Kijk, normaal bij kunst, dan laten ze iets zien en zeggen, nou, iedereen zijn eigen interpretatie. Maar je betekent ook natuurlijk wel weten, wat heeft dit nou te maken met technologie en onderwijs? Nou, we gaan daarom praten met iemand die alles weet van bewegen en iemand die het heeft gemaakt. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Elise van Wenen en Marloeke van de Vlucht. Dames, welkom hier bij Tech Talk Late Night. Elise, op motoriek.nl laat je zien hoe jij leerlingen met motorische problemen helpt bij bewegen. Ja. Echt een bewegingskenner. En Marloeke, jij hebt dit bedacht en gemaakt. Vertel, wat is het? Want het is hartstikke mooi dat beweging en geluid en woorden gaan samen. Maar hoe werkt het precies? Laten we daarmee beginnen. Hoe werkt dit? Even denken. Nou, het is, zal ik eerst vertellen dat het een opdracht was, zeg maar, van Waag Society en in samenwerking met Kennisnet. En zij vroegen mij om een interactieve installatie te maken die embodied learning zou triggeren. En ik maak, zeg maar, interactieve installaties die gaan over lichaamsbewustzijn en gaan, die werken met dansers. En dit is dus inderdaad een installatie die door middel van sensoren en door middel van de technologie die erin zit, je feedback geeft over hoe je beweegt. Daar gaat het eigenlijk over. En daarmee je leert om je bewust te zijn van je lichaam. Want er zitten bewegingssensoren in. Ja,
En als je dan zo beweegt, dan meet het de stand? Ja, dus eigenlijk alles wat je zag, zowel de geluiden, dus de samples, als het visuele, als de videoprojecties, worden gemaakt door de dansers, ter plekke. Ja, ja. Het is niet dat jij daar gewoon al die woorden zit te typen of in de microfoon. Nee. En je kunt dus met elkaar inderdaad dan verschillende opdrachten krijgen. Dus eentje is zeg maar een woord maken of een zin maken of Met geluidje elkaar maken. Hetzelfde geluid zoeken. Dat is meer voor de installatie beneden. Ja. Dus zo kun je met elkaar samenwerken. Oké, samenwerken en dan met ICT lekker fysiek met je lichaam bezig. Nou, ik kan me voorstellen dat jij hier wel iets mee kan. Ja, ik heb helemaal in de basis meegedacht met deze apparaten. De vraag was, wat ga je doen met oudere kinderen om ze weer aan het bewegen te krijgen of bewegen te houden? Want die zitten toen het godganse dag op die tablet in de cloud. Hè? Die zijn verslaafd aan andere dingen. En dit is een apparaat wat op een heleboel mooie plekken zou kunnen zijn, waarbij oudere kinderen weer aan het werk gaan en weer gaan spelen en samenwerken. Ja, want nu was het vooral een performance. Hè? Ze lieten dan zien van wat kunnen wij ermee. Ja. Maar wat kunnen leerlingen onderling hier nog meer mee? Nou, ze hebben elkaar nodig. Kijk, dit zijn hele ervaren dansers. Maar als het jongere kinderen zouden zijn, dan hebben ze elkaar nodig om hier succesvol mee te spelen. Ja. En omdat die apparatuur erin zit, is het heel interessant om te kijken of ze, als er bijvoorbeeld klanken in zitten, allebei dezelfde toon zoeken. En dat is samenwerken en dat is samen in balans. Ja. Oh, dus als één op één blok beweegt en de ander op de andere, ja. dan heeft het ook weer interactie met elkaar. Ja, dus zeg maar zoals die beneden staat, gaat het erom dat je samen uitzoekt waar dezelfde toon zit, dus dezelfde output. Mm. En op het moment dat je die allebei hebt, dan valt die stil. Dus dan heb je succes. Dan hoor je even niets meer. Dan heb je succes. Ja. Succes is dan stilte. Ja, als op een dating site je matchen dan. Ja, en dan gaat het heel erg om, hoe kom je zo ver? Gaat de een zeggen tegen de ander, jij moet helemaal naar links. En gaat de ander volgen, dus dan heb je echt een leader te pakken als het gaat over samenwerken. Ja. Of is het de hele tijd in overleg, of komt het helemaal er niet uit? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Hey, dan geef ik jou, embodied learning, dat is een soort trend die ze bij Kennisnet zien. Maar wat houdt er precies in? Nou, wat ik eronder versta, en ik denk de groep die ermee bezig is nu, het blijkt dat als je handelingen doet om te leren en je gebruikt daarbij tegelijkertijd je lichaam functioneel op dezelfde manier, ondersteunend aan wat je bijvoorbeeld cognitief wil leren, dan blijkt het beter te beklijven. Ja. Heel makkelijk gezegd, je werkt op 3 niveaus in je hersenen en het bovenste gedeelte is het deel van je hersenen wat de hele tijd bezig is als je actief denkt. Maar er is ook een middengedeelte en daar wordt alles opgeslagen wat we al eerder hoorden automatiseren heet. Ja. Dus dat dingen daar op liggen die daar paraat liggen in een soort hangmappensysteem waar je makkelijk bij kan. En heel veel stof op scholen, ook het verhaal net over rekentuin, dat moet geautomatiseerd en dan kan je aan de interessante dingen beginnen. Als je dingen met embodied learning doet of tegelijkertijd iets cognitief en iets motorisch tegelijk doet, blijkt uit onderzoek dat het meer in dat middengebied automatiseert. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld om een hoofdtrainer zitten en een tekst voorlezen, dan gaat het er beter in dan wanneer je in het zit. Ja, nou, als ik met kleine kinderen werk waarvan ik wil weten of ze bijvoorbeeld kunnen huppelen, echt kunnen huppelen, dan laat ik ze huppelen en dan vraag ik ze ondertussen of ze, afhankelijk van hun niveau, de tafel van 4 willen opzeggen. Ja. En op het moment dat ze dat aan het doen zijn en ze zijn nog niet geautomatiseerd op de tafel van 4, op het huppelen, dan stoppen ze met huppelen, dan raken ze in de war, want ze kunnen geen twee dingen tegelijk. En wat ik daarmee oefen en test is om te kijken of dat goed geautomatiseerd is. Ja. Als ik hele kleine kinderen laat kruipen en ik wil weten of ze echt goed kunnen kruipen, dan vraag ik ze ondertussen, kun je me vertellen wat je gisteren hebt gegeten? Ja. En wat denk je dat ze doen? Ze stoppen met kruipen, geven antwoord en ze kruipen weer door. Okay. En daar kun je dus mee spelen, cognitief, motorisch, maar ook omgekeerd. Dus ja. En vooral kinderen die hoogbegaafd zijn, die doen alles vanuit dat bovenste niveau. Maar daardoor kunnen ze moeilijk automatiseren, hoe knap ze ook zijn. Want ze rekenen het wel even uit, de ingewikkelde dingen. Ja. En de bedoeling is eigenlijk dat zij ook gaan automatiseren, want je moet alles proberen op zo'n laag mogelijk niveau te doen. Oké, okay. Ja, ik heb zo'n dochter, misschien moet ik er ook eens op zo'n blok zetten. Ja. Dat is misschien wel handig. Hey, wat ga je verder nog doen met deze installatie? Reis je rond of was dit het? Of? Nou, dit is maar een deel hè, van de installatie. Ja. Dus er zijn nog 2 andere elementen. Eén daarvan is een cilinder, daar ga je op staan en die gaat over statische balans. En dus, ja, sowieso, de blokken zijn meer bedoeld als preparatie ook voor leren. Dus bijvoorbeeld, als ik het heb over die cilinder, daar ga je op staan en daardoor krijg je een bepaalde focus. En dat zou bijvoorbeeld een goede manier zijn om je voor te bereiden voor een spreekbeurt.
Oké. Okay, nou. Nou, en deze die gaan dan over dynamische balans, zijn gericht op samenwerken. En dan hebben we nog een derde, die gaat over asymmetrische balans. En dat gaat meer over ruimtelijk inzicht. Okay. Dus die drie dingen zijn er en die worden nu uitgewerkt. En ja, idealieten zouden ze inderdaad binnen een school worden geplaatst. In de kantine of in een aparte ruimte. Waar ermee kan worden geëxperimenteerd, wat ze precies opleveren. Ja. Nou, ik zal hem zelf ook eens gebruiken als ik die teksten voor TikTok in mijn kop moet stappen. Dan ga ik op dat blok staan, interactie. Nou, dat maakt het ook een stuk leuker meteen natuurlijk. Ja. Nou, we gaan straks nog veel meer praten over bewegen en hoe technologie er ook bij kan helpen. Maar ik wil natuurlijk eerst een hartelijk applaus voor Elise van Wenen en Molouke van de Vlucht. Dank je.